Dit is HHC-TV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Bert, we staan voor de tweede helft van het nieuwe seizoen. Het is ook een mooi moment om even terug te blikken op het voorgaande jaar. Hoe zou jij 2014 omschrijven voor HHC? Ja, 2014 is natuurlijk een heel dubbel jaar voor HHC. We hebben het afgelopen jaar op het eind mee mogen doen om het kampioenschap. Bij Spakenburg één wedstrijd even niet goed thuisgegeven. En daardoor deden we niet meer mee in de laatste twee rondes. Dat is jammer. Maar het jaar staat natuurlijk voor ons in een heel ander teken. Louis overleed in dat jaar, onze voorzitter. En dat heeft natuurlijk wel een stempel op dat jaar gedrukt. Ik denk dat binnen de club veel mensen hem nog missen, ook nu nog. En als je in zo'n jaar met sportiviteit bezig bent, dan moet je het wel in de goede volgorde plaatsen. En dat heeft ons beïnvloed in dat jaar, denk ik. Ja, absoluut. Betekende voor jou dat je voorzitter kon worden van deze club? Hoe was dat eigenlijk? Dat moet ook een beetje een dubbel gevoel geweest zijn, denk ik. Ja, dat is op een gegeven moment sta je als bestuur ook weer voor de opgave om te zorgen dat het doorgaat. Hè? Ook al verlies je op dat moment iemand die je heel dierbaar is uit je eigen clubje. Hè? Ook uit ons bestuur. Hè? Zoals Louis het altijd noemde, het mooiste team van HSC. Ja, dan moet je als bestuur ook de zakelijke kant oppakken en doorgaan. En dat hebben we ook geprobeerd te doen, maar wel met heel veel respect. Vandaar ook dat we ons jubileum gevierd hebben zonder dat we een voorzitter hadden. Want die plek was op dat moment ook nog gewoon voor Louis. Ja, en daarna hebben we de draad weer opgepakt. Probeer je de club weer te laten doorgaan. En dan zie je ook dat ook gebeurt. Hè. De sportiviteit gaat door, het sporten, de mensen komen weer trainen. De lampen branden weer op de Boshoek. En die dingen lopen door. Ja. Dan gaan we even naar de actualiteit en dan zo meteen even naar de toekomst. Is er een hoop gebeurd aan het begin van het jaar als je internationaal kijkt, met name Parijs, België. Je bent voorzitter van een grote voetbalclub waar ook misschien wel mensen in een ander god geloven dan de ene in een andere god dan de ander bijvoorbeeld. En de ander misschien wel helemaal niet. Wat merken jullie daarvan als club? Ja, ik denk dat wij toch in een deel van het land lopen waar dat wel redelijk ver van ons is. Hè. Dat neemt niet weg dat HSC natuurlijk wel een plek is waar mensen van vele gezinten bij elkaar komen. En waar je met elkaar probeert onderdeel van die samenleving te zijn. En juist een voetbalclub als HSC kan daar natuurlijk al heel goed mee helpen. Hè. Dat 1900 mensen die hier samen sporten. Jongeren die bij elkaar komen en soms ook uit andere kerken en dergelijke komen. Jongeren die uit asielzoekerscentra hier komen voetballen. En dat integreert en dat maakt ook dat een club iets kan betekenen in tolerantie. Want ja, hoe moeilijk de tijd ook is, hè, met het extremisme. Je ziet gelukkig ook een stuk dat mensen saamhorig optrekken. En dat ook vanuit vele gezinten mensen proberen toch aan te geven van jongens, we zullen samen wat moeten doen. En daar is tolerantie bij nodig. En een club kan daarbij helpen. Hè. Een club kan mensen plezier geven, zin in het leven geven. Als ik denk aan een heleboel vrijwilligers die hier ook toch dag in dag uit voor de club staan. Dat geeft ook houvast voor mensen. Dat geeft betrokkenheid bij een club en geeft een mooie invulling. En die rol vervullen we, denk ik. Ja, dus bij HHC is het nog gewoon gezellig, kunnen we rustig stellen. Ja, bij HHC is het gezellig. En het is wel mooi dat ook bij HHC mensen het hebben over wat er in de wereld gebeurt. Ja, en dan toch met elkaar de draad weer oppakken en zeggen, kop, schouders eronder en we maken er hier wat moois van. Ja. We gaan vooruitblikken. 2015 gaat sportief beginnen. Wat wordt het voor jou? Wat voor doelstellingen hebben jullie voor jezelf als bestuur neergelegd? Ja, 2015, kijk, we staan natuurlijk, want als je de doelstelling hebt, dan gaat het meestal over onze eerste. De sportieve doelstelling is dat we toch kijken van hoe ver kunnen wij daarin komen. We hebben natuurlijk Kozakken Boys en Spakenburg die ver op ons voorstaan. We staan 13 punten achter de koploper. Nou, één geruststelling. Vorig winterstop stonden 12 punten achter de koploper op dit moment. Dus je weet het in de topklasse nooit.
Maar goed, we gaan gewoon voor een plek bij de eerste vier. En of meedoen om het kampioenschap reëel is, dat zal in eerste instantie van ons afhangen. Maar nog meer van in hoeverre andere ploegen punten verliezen. En dat zal dit seizoen voor het eerst betekenen. En er komt natuurlijk achteraan dat volgend jaar de landelijke divisie in beeld komt. Ja, en dat betekent dat we ons nu ook aan het voorbereiden zijn met het eerste om te kijken van hoe zorgen we dat we onze huidige doelstelling houden. Meedoen aan de bovenkant van het linker rijtje. Ja, en dat betekent dan automatisch dat je bij de eerste zeven bent. En volgend jaar in het kwalificatiejaar kunt kijken of je het jaar erop in die landelijke divisie kunt spelen. Want dat willen we toch wel heel graag. Hoe kijk jij aan tegen die landelijke divisie eigenlijk? Want er wordt heel veel over gezegd en geschreven. Eigenlijk zou het best wel interessant zijn om de competitie te bekijken en tegen wie je dan allemaal zou moeten spelen. Ik vraag me wel eens af, je gaat wel wat derbies missen, zeg maar. Gaat het wel genoeg leven? Dat is wel iets wat je onder supporters ook wel hoort, hè? Ja. Nou ja, kijk, je mist natuurlijk een aantal wedstrijden die je nu in de topklasse hebt. Je kunt het misschien wel een beetje vergelijken toen we van de hoofdklasse naar de topklasse gingen. Toen gingen we ook een heel aantal derbies missen. Maar er kwamen wel spraakmakende tegenstanders voor terug. Hè? Zoals vandaag ook IJsselmeervogels, Spakenburg, Kozakkenboys. Nou, dat heeft natuurlijk wel wat gebracht. En er zitten natuurlijk ook wel clubs in de topklasse die tot wat minder verbeelding spreken. Dat kun je hier op de Boshoek ook merken. Als andere tegenstanders komen, is het soms wat minder druk. Dus op het moment dat die twee klassen samengaan, de zaterdag en de zondag topklasse, dan krijg je ook Kuik en dat soort ploegen die waarschijnlijk ook wel weer in trek zullen zijn. De club zelf, we zeggen wel eens vaker, HC is meer dan een voetbalclub alleen. Hè. Het is ook gewoon een plek om elkaar te ontmoeten eigenlijk. Hè. Een soort multifunctioneel centrum zou je het haast ook wel kunnen noemen. Gaan jullie daar nog verder in doorontwikkelen? Ja, dat is, kijk, de club is natuurlijk heel breed. Hè. We hebben die 1900 leden, we hebben ruim 500 vrijwilligers. Er zijn een 2500 echt trouwe supporters bij thuiswedstrijden. Dus het is een hele brede club. 78 teams die hier elk weekend voetballen. Van jochies en meisjes van 4 jaar tot senioren. Hè. En als je naar die breedte kijkt, dan denk ik dat we in de zaal toch een aantal stappen zetten. We zijn aan het onderzoeken of we ook wat jeugd in de zaal kunnen laten gaan voetballen. Dus daar vinden ontwikkelingen plaats. Als we naar onze afdeling meisjes en dames kijken, ja, dan zie je dat echt groeit. Jaar in jaar uit meer spelende leden. Dus ook daar gebeurt veel. De seniorenteams tot en met HSC 14, dat is ook, als je dat opnoemt, 14 seniorenteams die spelen. Maar dit jaar toch, ik geloof 6, 7 teams die mee gaan doen om het kampioenschap. Dus ook daar speelt heel veel. Dan heb je het een beetje aan de recreatiekant. Als je kijkt naar de prestatiekant, dan zijn we met de jeugdopleiding natuurlijk bezig. We hadden de twee sterren, die hebben we nog steeds. Maar het systeem bij de KNVB wordt daar anders in. En we gaan kijken of we weer naar de hoogste normering toe kunnen komen voor onze jeugdopleiding. De ontwikkelingen daar lopen goed. Onze A1 tot en met F1 spelen nu hoofdklasse, zelfs B1 op divisie. C1 haalt de hoofdklasse, schatten we in. Dus je ziet dat die progressie die wordt gemaakt. Daar zitten we goed op koers. Een ander punt waar we mee bezig zijn is de tweede en de derde selectie. Hoe zorg je dat die aansluiting goed wordt? Hè? Dat we niet alleen het tweede selectieteam hebben, maar ook het derde. Om de doorstroom naar HSC 2, ons belofteteam. En de overstap daarna naar HSC 1 te kunnen maken. Al die ontwikkelingen doen zich dit jaar voor als je naar de club kijkt. Een ander punt waar we mee bezig zijn is de accommodatie. We hebben natuurlijk een fantastische accommodatie. Daar mogen we alleen maar heel blij mee zijn en heel trots op zijn. Dat betekent veel onderhoud. Klein onderhoud waar die ploeg vrijwilligers gewoon echt mee bezig is. En wat eigenlijk vanzelf gaat, maar wel met heel veel noeste arbeid. En als je kijkt naar grote dingen in de accommodatie, dan willen we toch dit jaar kijken of we onze verlichting een plus kunnen geven. Hè. Dus zowel naar de energiebesparing als ook naar de lichtopbrengst op de velden. Dan hebben we dat nog niet op elk veld voor elkaar. Als je dat zo opnoemt, dan heb je alweer een heleboel dingen die in 2015 in de eerste helft van het jaar in dit seizoen op de plank liggen. Als we hier nou volgend jaar weer staan, hè? Wanneer ben je dan tevreden met 2015, zeg maar? Wat is er dan gebeurd? Ja, als we volgend jaar op deze tijd staan, dan hoop ik dat de club gewoon de gezelligheid heeft gehouden die ze heeft. Dat leden en supporters en vrijwilligers zich hier thuis voelen.
Ik hoop dat we dan een keer 's avonds filmen met heel mooi licht. Hè? Want dan hebben we onze lichtinstallatie die upgrade gegeven. Ja, en dan moet onze eerste maar meedoen goed in de topklasse van dat jaar. Dat we echt mooi boven in het linker rijtje staan. En in rust kunnen kijken hoe het jaar erop die landelijke divisie mee gaan doen. Een kampioenschapje? Ja, tussendoor. Kijk, je kunt als je 12 punten of 13 punten achter staat op de koploper nu. Dan is het natuurlijk niet reëel om te zeggen van nou, het zou mooi zijn als we kampioen worden. Ik weet dat de gretigheid bij ons in het team, het eerste ook bij de technische staf, die is er absoluut om er veel van te maken. We hebben die eerste competitiehelft denk ik onnodig punten verloren. Nou ja, dus als wij dat niet doen, dan zijn we nog een beetje afhankelijk van wat anderen wel doen. En laten we over een week of 5, 6 eens kijken waar we dan staan. En of het reëel is om te kijken of het gat naar de nummer 1 en 2 kleiner geworden is. En intussen moeten wij gewoon winnen. Ik wens je een mooi jaar. Ja, dankjewel. Jij ook. Top. Dit is HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.